Woensdag 20 november organiseert de Club Kaas het event Entertainment and Media, Now What? Het event werd gepresenteerd door Ben van den Burg van Triple IT. Ja, ik heb heel veel vragen erbij. Eén van de vragen is wel interessant. Kijk, als jij mij een vraag stelt, is het heel sociaal dat jou terugantwoord. Dat is heel normaal. Op Twitter, als ik een vraag stel, dan reageren ze maar 20 mensen. Dus heel erg sociaal dat ik jullie alle 20 antwoord. Samen werd er gediscussieerd over stellingen en gaf het panel toelichting waar nodig. Dat blijft altijd een keer de uitdaging. Wie gaat er dan voor willen betalen? Zelf dan heb ik vaak het idee van, nou, als het mij echt iets toevoegt en ik heb reële content, hè, waarvan ik denk, ja, dat voegt echt iets voor mij toe, dan zal ik daar niet ingewikkeld in zijn om daarvoor te betalen. In het panel zaten Ger Welbus, commercieel directeur van RTV Noord-Holland, Marian van der Most, regio-manager Noord-Hollands Dagblad, René Rijs, accountant bij PwC Alkmaar, en directeur van uitgeverij Kluitman, de heer Piero Stanko. Het zijn namelijk fundamentele vraagstukken die je in de media- en entertainmentindustrie moet beantwoorden. Hoe ga je geld verdienen door de digitalisering? Dat is een hele transitie die we met z'n allen moeten maken. En dan zit je met 50 man bij elkaar en dan probeer je antwoorden te verzinnen. En dat vond ik dus goed. Vond ik opvallend dat eigenlijk iedereen wel vragen stelde. Verschillende vragen vanuit verschillende achtergronden. En dat maakt het interessant, want dan krijg je ook discussie waar iedereen toch voor komt, denk ik. Maar ik heb ook hele mooie voorbeelden gehoord. Er was bijvoorbeeld eentje, had zijn vriendin had 7,5 miljoen Pinterest-volgers. Dat is echt immens. Die zit gewoon hier in Alkmaar in de zaal. Nou, dat soort voorbeelden krijg je ook. Dus je ziet die kennis halen overal vandaan en samen maken we het nog mooier. Ik hou wel van interactie. En je zag, doordat de interactie vanuit de zaal ook ontstond, kwamen we niet meer helemaal aan al onze stellingen toe, bij wijze van spreken. Maar dat is juist ook, denk ik, de meerwaarde van zo'n bijeenkomst als deze. Wat ik het leukste van de hele avond vond en wat helemaal niet beantwoord is, en het is misschien ook niet mogelijk om te beantwoorden, is van wat gaat er nou gebeuren met het businessmodel van alle bedrijven? Uiteindelijk waren er op 3 sheets te zien hoeveel verschillende opbrengstmodellen er wel niet zouden zijn. En volgens mij zou je daar met deze hele zaal nog 3 dagen over kunnen bomen. En zal iedereen wel denken van nou, ik kan een beetje van A nemen, een beetje van B, maar misschien ook wel een beetje van Z. Hè? En volgens mij dat is het mega ingewikkelde van hoe ga je nou uiteindelijk geld verdienen aan dat wat je aan het doen bent. Interessant. Eigenlijk zijn we bezig met de continue zoektocht naar verdienmodellen. Hè? De oude wereld, die klopt niet meer. Maar ja, wat komt er voor in de plaats? Nou, ik vond het absoluut interessant. Het was de eerste keer dat ik bij Club Kaas was. Met name het onderwerp dacht ik van, nou god, dat trekt me net over de streep om eens te komen kijken. Ik vond het interessant. En een heleboel informatie. Maar het zet wel aan tot nadenken. En daar kom je voor, denk ik.